welkom bij deze nieuwe video. Het is nog niet zo heel erg lang geleden, maar onverwachts heb ik toch weer een uithuisshoplog. Ja, ik vind het persoonlijk heel erg leuk, dus ik denk niet dat het heel erg is. Maar bij deze, iets eerder als de vorige keer wat ertussen zat, heb ik er nog eentje. Ik denk dat de tas hier achter mij al een beetje verklapt waar ik onder andere geweest ben. Dat is namelijk de Blokker. Ik ben ook bij de HEMA geweest. Ik heb iets leuks bij de Primark gekocht. En nog wat andere dingetjes. Het is natuurlijk allemaal, ja, uit huis gerelateerd. Maar wel heel erg leuk om te laten zien, denk ik. Dus ja, mocht je ook bezig zijn met je uitzet of dit gewoon hele leuke video's vinden om te kijken, dan zou ik zeggen veel kijkplezier en laten we beginnen. Nou, ik begin wel even met hetgeen hier bovenin een beetje uitsteekt. Deze, dit is namelijk een EHBO koffertje van de HEMA. Of nou ja, koffertje. Hij is best groot. Het kan natuurlijk ook een soort verbandrommel zijn, maar dit is in ieder geval dat hij eruit ziet. Hij is dus helemaal van ijzer. Hij heeft een klep die omhoog kan. Hij is van zichzelf niet zo heel zwaar, dus ik denk als hij dadelijk flink vol zit, dat hij wel wat meer gewicht heeft. Waarom heb ik dit nou gekocht? Want in principe hoef je dit natuurlijk niet per se thuis te hebben. Maar van nature heb ik een goede weerstand. Ben ik niet vaak echt ziek. Maar ik ben meer diegene die af en toe even een pleister nodig heeft. Verbandje nodig heeft. Bepaald zalfje nodig heeft. Paracetamol. Dat soort dingetjes. Dus het leek me handig om dat straks allemaal gewoon op één plek te hebben. Zodat het niet overal zo gaat lopen dwarrelen en je het continu kwijt bent. Dus daarom heb ik mij voorgenomen om deze EHBO koffer te vullen met eigenlijk alles wat ik de afgelopen jaren nodig heb gehad. Of wat ik wat regelmatiger nodig heb. Waar ik heel erg baat bij heb. Nou, je hoort het me net al zeggen, verbandjes en dergelijke. Mijn favoriete paracetamol. Zalfjes, dingetjes. Wat dan ook. Want er is natuurlijk ook gewoon heel veel op de markt. Maar dat gaat allemaal hierin. Dus mocht je ook nog zoiets nodig hebben en je wil daar een leuk kleurtje voor, dan is deze van de HEMA dus absoluut aan te raden. Dan heb ik nog iets van de HEMA. Want ik heb namelijk laatst met Pasen nog leuke cadeautjes gekregen van mijn oom en tante. En iets wat ik op mijn verlanglijstje had staan, was dit koekblik van de HEMA. En ja, ik denk dat je al lang ziet wat het is. Dit moet natuurlijk een topboost voorstellen. En dat is toch wel een van mijn favoriete gebakjes. Zoals de meesten weten ben ik ook best wel HEMA fan. Zeker met dit soort dingen. Ik hoefde niet per se een koektrommel te hebben. Maar ik vond hem wel gewoon leuk, deze. En ik dacht, ja, het is misschien toch wel handig dat niet al die verpakkingen door de hele kast hoeven te liggen. Hier doen we bijvoorbeeld de verpakkingen weer dicht met een clipje. Dit is ook van die HEMA clipjes. Maar misschien is het wel veel handiger om dat gewoon hierin te doen. Zo heb je ook maar gewoon een beperkte hoeveelheid nodig. En ligt niet gelijk de hele la vol. En wat ik zeg, ik vond deze gewoon echt super cute. Op zich past er ook best wel wat in. Hij is met name ook wel wat hoger. Dus je kan ook stapelen. En dat vond ik toch best wel ideaal. Wat ik zeg, ik vond de kleur gewoon vooral heel erg leuk. Ik zie trouwens hier achterop dat hij een afmeting heeft van 20 centimeter. Als het goed is hij nog steeds verkrijgbaar. Dus mocht je hem ook leuk vinden of nog een koekblik nodig hebben, dan is dit dus absoluut een aanrader. En bij dat koekblik kreeg ik nog iets heel erg leuks. Want wat ik toch nog wel graag wilde hebben, wat ik niet had, niet per se moest hebben, maar toch wel leuk zou vinden, was een broodrooster. En dat is uiteindelijk deze geworden van de Blokker. Ik vond met name de stijl gewoon heel erg leuk. Echt een beetje zo'n vintage RVS broodrooster. Hij had, als het goed is, ook een soort van ontdooifunctie. Dus dat was ook wel lekker praktisch. Het is niet een heel uitgebreide broodrooster. Maar hij werkt gewoon prima waarvoor je hem nodig hebt. Hier aan de zijkant staan de specificaties. Hij heeft een automatische afslag, regelbare bruiningsknop, ontdooifunctie, opwarmfunctie, kruimellade en hij heeft 2 jaar garantie. Oh, en hier staat nog geschikt voor 2 boterhammen, regelbare bruiningsknop, kruimellade en snoeropbergsysteem. Dus hij heeft aan de onderkant, zeg maar, dat kan je denk ik niet zo goed zien, maar daar kan je hem zomaar omheen doen, waardoor dat snoer ook niet door de hele kast ligt. En hij is volgens mij best wel gewoon lekker compact van formaat. Dus ik kan in ieder geval lekker broodjes roosteren. Of als bijvoorbeeld broodje gyros of zo ga eten. Pita broodjes hierin een beetje warm maken. Of eventueel wat brood dat bevroren is alvast gebruiken. Dus wat dat betreft had ik het nog niet. Wilde ik het op zich wel graag hebben. En vind ik deze persoonlijk ook super tof. Dus mocht je op zoek zijn naar een broodrooster. Deze was ook best wel leuk geprijsd. Nou, op datzelfde moment kwam mijn oma aanlopen met een ovenschaal. Want deze had ze namelijk zelf in de keuken liggen. Maar ze kookt eigenlijk nog zelden. En ovenschotels eigenlijk al helemaal niet. Dus of ik deze ovenschaal wilde hebben. En zoals je ziet, hij is een beetje ovaalvormig. Hij is op zich best groot. De ovenschalen die ik tot nu toe heb zijn rond. En zeg maar een soort kleine rechthoek. Dus zo'n ovale is bijvoorbeeld voor wat grotere hoeveelheden misschien wel weer handig. Hij is gewoon mooi wit. Gewoon eigenlijk strak. Niet heel extreem veel gedecoreerd. Maar gewoon een prima ovenschaal. Dus ik dacht, nou, is ook leuk om nog even te laten zien. Nou, dan vertelde ik dat ik dus ook bij de Primark iets leuks vond. Ik was laatst bij de Primark in Hoog Catharijnen. En ik vond verder eigenlijk
eigenlijk heel weinig leuk. Want ik zie heel vaak de Primark Home dingen voorbij komen op TikTok. Maar ja, ik was niet echt heel erg mega enthousiast. Ze hebben best leuke dingen, maar ja, niet alles was helemaal mijn stijl. Of ja, had ik niet meer nodig. Dat kan natuurlijk ook. Maar deze placements vond ik persoonlijk wel erg leuk. Deze, dus die zijn zeg maar een soort van rood dan afgewerkt met een soort van ja, beige stof. Kwalitatief voelden ze ook echt serieus wel stevig aan. Nou, ze komen dus per twee. Ze zijn 35 centimeter en ze zijn 6 euro per stuk. Nou, ik heb uiteindelijk 2 sets gekocht, dus 4 in totaal. En zoals ik natuurlijk heb laten zien op mijn moodboard laatst in de uithuisvlog. Ja, dat rood dan, dat zou dan op schoot eens een beetje terug kunnen komen in de barkrukken die ik graag wilde kopen. En dat wit beige past natuurlijk gewoon heel erg goed bij de rest van het interieur. Dus ondanks dat dit natuurlijk op tafel ligt en het niet heel bepalend is in het interieur, gaat het toch leuk matchen. En ja, ik vond deze persoonlijk wel heel erg leuk. Verder vind ik niet dat er heel veel mogelijk is qua dit stijl placemats. Ik kom best wel veel placemats tegen die sowieso vierkant zijn in plaats van rond. Nou ja, ik heb een ronde tafel, dus ronde placemats is toch iets beter. En vaak zijn ze gewoon ja, niet zo heel stevig van kwaliteit. En ik denk dat je het ook wel zien aan de dikte. Dit zijn serieus best wel kwalitatieve placemats. Dus had ik ook totaal niet verwacht tegen te komen bij de Primark. Maar ben er wel heel erg blij mee. Nou, dan ben ik ook nog even bij de Action geweest. Want ik vertelde natuurlijk in de vorige uithuisshoplog ja, dat ik van die haakjes had gekocht. Voor nou, eigenlijk de keuken of de badkamer. Van die plakhaakjes voor handdoeken. Maar ik miste er natuurlijk eigenlijk één. Want ik had maar 2 haakjes gekocht. En ik heb keuken 2 nodig en badkamer 1 minimaal. Dus ik dacht, ja, dan moet ik eigenlijk nog wel even nieuwe halen. Het liefst had ik gewoon dezelfde gekocht, maar ik had een beetje hardop zitten denken, het belangrijkste is in de keuken, want als je binnenkomt lopen vanuit de hal, dan hangen de handdoeken en de theedoeken zeg maar aan die kant van het kookeiland. Dus ja, dit is dan wel redelijk in het zicht. Dus ik wilde in ieder geval natuurlijk 2 dezelfde. En dan is het een beetje aan mij, ja, wil ik liever die vierkante of deze, ja, een beetje ovaalachtige. Want in de badkamer, ja, zie je dat waarschijnlijk niet echt. Het zit meer een beetje tussen, als je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat er meer gewoon om dat uit praktische overweging een handdoekje aan kan hangen. Dus ik vond het wel een beetje balen dat ze niet gewoon dezelfde hadden. Maar achteraf, ja, prima eigenlijk. Dus ik heb deze gekocht. Deze zijn ook niet van hetzelfde merk. Deze zijn van Sam, als ik het goed zeg. Touwhaakjes. 2 stuks. Ja, dus die heb ik in ieder geval gekocht. En volgens mij waren deze 90 cent. Dus ja, was ook wel een hele goedkope prijs. Dus ik ja, ga 1 van de 2 in ieder geval in de keuken gebruiken. En de andere in de badkamer. Nou, over de badkamer gesproken. Nou, ik heb natuurlijk al eerder bij de Action handdoekjes meegenomen. Ik weet niet of dat nou de vorige uithuisshoppelig was of die daarvoor. Maar dat was in ieder geval ja, kleine handdoekjes voor in de badkamer die dus op dat haakje gaan hangen. En dat was een beetje een soort van donkerbruine kleur. En ik vond dat op zich best wel kwalitatief prima handdoeken qua kwaliteit. Was natuurlijk een kleine. En toen ik laatst weer bij de Action was, kwam ik van diezelfde kleur en lijn ook washandjes tegen. En ik had in principe al washandjes gekocht. Dat is volgens mij ook een pak van, kijk, die zijn er 3. Volgens mij zijn dat er ook 3. Was bij de Jisk, dus alweer best wel een tijdje terug. En die waren oud-roze, want dat vond ik toen helemaal leuk. Vind ik nog steeds leuk. Alleen ik zat een beetje hardop te denken van, is dat altijd handig, zeg maar, lichte washandjes. Nou, je begrijpt wel wat ik bedoel. En ook een beetje qua stijl vind ik het ook wel leuk om een beetje, ja, dat het matcht bij alles. Nou is dit soort kleuren bij roze natuurlijk prima. Maar ik dacht, misschien moet ik ook even andere kleuren halen. En gezien het dezelfde kleur is als de handdoeken en ook mijn badmat, dacht ik, nou, neem ik die ook mee. Ik had er eerst eentje gekocht, maar ik heb er uiteindelijk toch nog een tweede bij gekocht. Dus dit zijn er, ja, 6 in totaal. Dus ja, daar kan ik voorlopig in ieder geval even van vooruit. En ja, ik vind ze kwalitatief gewoon wel goed aanvoelen. En dit is de Hotel Royal Premium Collection. Dus ja, in principe gewoon ja, kwalitatief. Maar wel voor een goede prijs, want deze washandjes kosten maar 2 euro per set. Dus vind ik best een goede prijs. Ze hebben dus ook nog grote handdoeken ervan, maar die had ik niet per se meer nodig. Maar ja, mocht je dus voor je uitzet nog dit soort dingen nodig hebben. Washandjes, handdoeken, kleine handdoeken, grote handdoeken. Dan is Action dus serieus een tip. Dan nam ik ook nog dit mee. Dat is natuurlijk niet heel spannend om te laten zien, maar dit zijn cool elementen. En ik kwam er toevallig langslopen en toen dacht ik van, kan misschien best wel handig zijn gewoon om in de koelkast te hebben sowieso. En wat dacht je ervan als je bijvoorbeeld een keer je hoofd stoot of je hebt een zwelling of iets, het moet koelen, dan is dit natuurlijk wel handig om in de koelkast te hebben liggen. En het was echt totaal niet duur, dus ik heb 2 van die cool elementen gekocht voor in de vriezer. En deze was 2 stuks voor 84 cent, dus ik dacht ja, dat is wel een goede om mee te nemen. En als laatste nam ik ook nog deze mee. En dit is misschien niet echt heel erg uitzet gerelateerd, want ik zou hem bij wijze van spreken ook nu kunnen gebruiken, maar ik heb hem expres ja, nog even in de verpakking gelaten. Dit is namelijk een muismat. En ik kwam in eerste instantie eentje tegen, die was gewoon, nou ja, de bovenkant zeg maar. Dus een gewone muismat. Ik heb er namelijk hier eentje liggen, die heb ik way lang geleden ooit een keer op AliExpress besteld. Is in de, ja, look zeg maar van de bloedmaan. Dus het is echt een toffe kleurcombinatie, maar hij is gewoon echt aan vervanging toe. En ik kwam dus langslopen bij de, ja, elektronica en zo. En ik zag een muismat. Die denk ik, ah, perfect, want die had ik eigenlijk
nog een nieuwe nodig. En hij zag er gewoon kwalitatief mooi uit. Maar toen ik nog even verder keek, zag ik ook een ergonomische muismat. En het idee is dat hier natuurlijk een verdikking in zit, zodat je je pols op kan rusten terwijl je met je muis bezig bent. En dat is echt wel beter voor je houding. Ik heb nu geen ergonomische muismat. Ik moest nog een nieuwe muismat. Dus ik dacht, ik doe gelijk 2-in-1. Ik vind hem er kwalitatief serieus echt goed uitzien. Hij is nog helemaal in folie, dus dat ziet er ook echt netjes uit. En dat voor €3,99. Vond ik serieus een goede prijs. Dus mocht je nog een nieuwe muismat nodig hebben, dan is dit absoluut een aanrader om even te checken bij de Action. Want ik ben hier heel erg blij mee. Dus ik laat hem voor nu nog in de verpakking, maar die gaat zeker naar mijn nieuwe kantoor. Dan ben ik ook nog in de binnenstad van Gorinchem geweest naar een aantal winkels. Onder andere naar Kik. Dat is een nieuwe winkel in Gorinchem. Ik ken de keten niet, maar het komt een beetje neer op Vibra, Blokker, Zenos. Nee, ik denk wat meer Vibra en Blokker. Misschien Zeeman, want ze hebben ook wel wat kleding. En daar kom ik dus ook wat keukengerei onder andere tegen. En daar kom ik ook deze tegen. En volgens mij noemen ze het een mandoline, als ik het goed heb. En laatst was ik een recept aan het maken met aubergine. Ik hou heel erg van aubergine. Ik hou ook erg van courgette. Dat zijn echt soort van die vergeten groenten waar ik weer heel goed op ga. En toen stond eigenlijk in het recept dat je een mandoline nodig had om die aubergine in mooie partjes te snijden. Dus toen dacht ik, heb ik eigenlijk niet. En heb ik dat gewoon onthouden in de zin van, hey, dat zou ik eigenlijk nog wel een keertje willen kopen. En toen kwam ik er eigenlijk deze tegen. Dit is natuurlijk wel een wat meer basic variant. Volgens mij heb je ook echt best wel dure kwalitatieve mandolines. Maar deze was eigenlijk gewoon prima. Weet je, je houdt hem aan de bovenkant vast en je haalt het ding er langs en klaar. Ik heb bijvoorbeeld wel een soort schaaf gekocht. Ik heb in mijn food processor ook snijblokken zitten, maar niet dit. En dit is natuurlijk ook gewoon redelijk makkelijk om op te bergen. En hij was ook maar €3. Dus ik dacht, weet je, dat vind ik wel handig. Die neem ik mee. Dus die heb ik gekocht. Verder vond ik dat ze ook best wel leuke dingen hadden, maar ik had het niet per se echt nodig. Maar laat het wel een tip zijn voor dit soort artikelen. En dan kocht ik ook nog bij de Vibra deze. En op het eerste gezicht zou je misschien denken, Char, wat is dat in godsnaam? Een soort boksbeugel. Deze kende ik al in de zin van dat ik dit al vaker was tegengekomen bij de Loods 5. Voor degene die echt geen idee hebben wat dit is. Dit noemen ze een knoflookstamper of knoflookpers. Ik vind het dus meer stamper, want een pers ziet er bij mij echt wel anders uit. Maar het idee is dus, dit is je snijplan. Daar ligt een teentje knoflook en je duwt als het ware dit ding er echt zeg maar in. En doordat het natuurlijk gaatjes heeft, perst hij hem in dit geval zoals een knoflookpers. Maar je kan dit natuurlijk veel makkelijker schoonmaken in plaats van dat je zo'n huisje steeds eruit moet halen. Dat had ik dus al vaker bij Loods 5 gezien, maar wat kwalitatiever, wat duurder. En toxisch van, ik vind het op zich wel handig. Misschien dat ik het ook wel wil hebben, maar niet voor zoveel geld. En toevallig was ik dus even bij de Vibra binnen, omdat ik ook hoorde dat ze daar tegenwoordig ook leuke dingetjes hadden voor weinig. En deze was maar €2, dus ik dacht, ik weet niet hoe kwalitatief die is en hoe scherp die is, maar ik wil het gewoon proberen. Dus deze knoflookstamper heb ik dus gekocht bij de Vibra. Dan zijn we er weer bijna doorheen. Ik ben als laatste nog bij de Blokker geweest. Dus naast dat ik een broodrooster heb gekregen van de Blokker, ben ik er zelf ook nog geweest. En heb ik dus nog een aantal dingen gekocht. Allereerst, misschien een beetje saai, maar magnetronbakjes. Want dat heb ik eigenlijk niet echt in huis. En het is toch wel handig om dat te hebben. Ik heb me voorgenomen dat ik misschien een beetje me moet neerleggen bij het feit dat als je alleen woont, dat je soms echt wel dingen meerdere dagen eet. Noem het een beetje luxe poes, maar ik vind het gewoon een beetje minder. Ik vind het gewoon wel leuk om zeg maar gevarieerd te eten. Maar soms is het ook wel gewoon makkelijk. En los daarvan is het ook handig om dit soort dingen natuurlijk te hebben. Om bijvoorbeeld op het werk iets op te kunnen warmen als het nodig is. Dus ik heb deze gekocht. Ik vind dat er relatief weinig van dit soort bakjes makkelijk verkrijgbaar zijn. Vroeger had IKEA dit ook, maar ik kom het eigenlijk nooit meer tegen. Het is natuurlijk niks anders dan gewoon zo'n plastic bakje. Maar in dit geval een klepje in zit om het dus op te kunnen warmen. En deze bij de Zenos zagen er goed uit. Dus ik dacht, die koop ik. Ik heb geen idee welke maat het is. Maar volgens mij was dit een beetje medium qua formaat. En gewoon prima. Niet heel gezellig van kleur, maar vooral praktisch. En nog een aantal andere items. Wat meer schoonmaak gerelateerd. Of althans, deze eigenlijk niet. Ik was op zoek naar een nieuwe drinkfles. En ik vond deze bij de Blokker voor echt €4 volgens mij. Ik vond hem helemaal leuk. Het schreeuwde echt zomer met dat paars en die aardbeien. En zoals jullie weten hou ik heel erg van aardbeien en paars. Dus ik dacht, die moet ik hebben. En ik vind dit soort flessen echt top voor zowel warm als koud drinken. Ik drink eigenlijk altijd wel water als ik bijvoorbeeld ga werken. Dus ik vind dit echt ideaal voor mijn werk. En ik zweer je, dit wat je hierin doet blijft gewoon echt koud. Dus je hoeft er helemaal geen ijs of wat dan ook bij te doen. Die fles hoeft ook echt niet in de koelkast.
Maar gewoon van zichzelf, het materiaal aan de binnenkant zorgt er dus gewoon voor dat het ook echt koud blijft. In mijn geval doe ik er dus nooit echt iets warms in. Dus die heb ik gekocht. Dit zijn een aantal schoonmaakartikelen. Allereerst dit leuke emmertje met een vlinder. Als je mijn What I Got For Christmas hebt gezien, heb je gezien dat ik al emmers heb gehad van die vouwbare emmers. Dus je zou zeggen, Char, is 2 emmers niet genoeg? Jawel, alleen dit is echt zo'n klein emmertje. En dit vind ik dus echt ideaal voor sopjes of zo. Als je de ramen gaat lappen. En mam zei ook van, ik vind kleine emmertjes persoonlijk ook altijd wel aanrader. Dus die heeft hem gezellig ook gekocht. En ja, zeg nou zelf, die vlinder, dat is toch super cute. Nou, dan heb ik ook nog deze microvezeldoekjes gekocht. Maar dan zeg maar 7 stuks. Zeg dat goed? 7? Ja. En dan voor iedere dag in de week. Nou, mams die zei gelijk, dat is echt super overdreven zoveel. Maar ja, ik vond het op zich wel handig. En ik denk dat je er nooit genoeg kan hebben. Dus die heb ik in ieder geval gekocht. En die komen dus in leuke pastelkleurtjes. Volgens mij is dit allebei van die vlindercollectie. En heb ik gezien dat ze nu ook weer een soort nieuwe variant hebben. Dus dan hebben ze ditzelfde product, maar hebben die doekjes weer andere kleuren. Ja, ik vind persoonlijk dat de blokker echt leuk bezig is. Net als de Quantum eigenlijk. Zijn echt wel een beetje mijn favoriete van alles wat winkels. En is de Quantum natuurlijk meer voor accessoires en de blokker iets meer voor ook praktische dingen. Maar dat is toch ook leuk als het er gezellig uitziet. En wat ik ook gekocht heb, wat weer helemaal in dezelfde kleurthema is, dat is de Damp Duster van Scrub Daddy. Ja, ik ben niet heel erg van die Scrub Daddies. Ik zie het heel vaak voorbij komen. Ik hoor er op zich wel goede dingen over. Maar niet per se dat ik zelf heel erg geneigd ben om ze te kopen. Maar die Damp Duster, die leek me serieus interessant. Ik weet niet of ik dit makkelijk uit de verpakking kan halen. Ik denk het niet. Nee, dan doen we het even zo. Het idee hiervan is dus dat je hem over iets heen haalt. Bijvoorbeeld een bureau of iets waar stof ligt. Nou, dat gaat natuurlijk tussen die richeltjes zitten. Ook door het materiaal. Maar je kan dit heel makkelijk weer schoonmaken. Dus je haalt dat zeg maar over een bureau of een tafel of zo heen. Zit natuurlijk stof aan. En daarna spoel je het af onder de kraan. En ja, dan is het eigenlijk gewoon heel vaak herbruikbaar. Dus onder andere door die richeltjes. Maar volgens mij ook door het materiaal. Zou het heel veel stof op kunnen nemen. Nou, je kan natuurlijk prima met een duster. Of natuurlijk met een doekje stof verwijderen. Maar hoe ideaal als je dat eerst op deze manier kan doen. Als het ware als een soort van kleefroller waar alles aan blijft zitten. En daarna bijvoorbeeld nog met een doekje eroverheen gaat. Ik denk dat je dan zelfs nog sneller stof weghaalt. Nou is dit niet een heel goedkoop product. Maar ik had zoiets van als het goed is, is het dus veel herbruikbaar. Ik wil het gewoon proberen. En dit sprak me dan toch het meeste aan. En dan was dit eigenlijk weer alles qua uithuisartikelen. Dit keer dus niet echt meubels en accessoires. Maar eigenlijk vooral schoonmaakartikelen en keukengerei nog steeds. Ik denk dat ik nu wel kan zeggen dat we echt wel tegen het einde aan gaan werken. Ik verwacht eigenlijk dat ik nu even niet echt iets meer ga kopen. Behalve bijvoorbeeld verlichting of zo. Dus als ik laatst al in de shoplog zei. Dat ik echt wel denk dat ik dat meer in actie zeg maar ga laten zien. De laatste dingen die dus nog gekocht moeten worden. Wat ik vertelde. Wasmachine, televisie. Nou, verlichting dus. Misschien inderdaad nog wat leuke accessoires of zo. Nog een klein kastje of iets. Dat is echt gewoon iets voor wat meer, denk ik, vlogs dan echt shoplogs. Maar ik vond het sowieso leuk om weer een shoplog te maken. Want ja, zoals ik al vaker heb verteld. Ik vind het leuk om het te laten zien. Maar het helpt mij ook heel erg om alles op beeld te hebben. Zodat ik af en toe nog even kan spieken van, goh, wat had ik ook alweer precies gekocht. En waar ik het allemaal moet gaan laten. Wederom, ik ben heel erg enthousiast natuurlijk alles ook straks in te gaan richten. Dus als je dat niet wil missen, zorg er in ieder geval voor dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Rode abonneerknop onder de video. Zo zorg je er in ieder geval voor dat je alle toekomstige uithuisvlogs niet hoeft te missen. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie je graag volgende week zondag weer met een nieuwe video. Tot dan! Doei!